It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag, de 20ste van de 8e, 2024. En we leven om 13 minuten over 12. Ik moet snel even met de meisjes uit. Het is 21 à 22 graden. Het schommelt wat, want het waait hard. Er is regen op komst, maar... Het had al moeten regenen, maar het is hier nog steeds droog. De regen is alweer voorbij, die regenbui die aangegeven stond. En zover ik weet komt er nu op dit moment helemaal niks. Ik ga weer even voor de zoveelste keer kijken. En een paar kleine piekjes, ik hoop dat jullie ze zien. Niks gezien hier. En deze, die gaf er net een hele grote piek aan. Nou, die piek is ook alweer verdwenen. En niks gevallen. Hoe dan? Dus ja, ik ga met mij... Oh, doe ik hem uit. Ik moet hem aanhouden voor mijn wandel-app. Daar naartoe. Zo, ja. Dus ik ga gewoon met de meisjes uit. En ik hoop dat het droog blijft. Dat we toch een stukje markt kunnen pakken. En... We gaan ook weer naar Marianne toe, uiteraard. Maar Marianne die moest om 1 uur ergens zijn. Maar dat zou niet lang duren. Maar ik krijg om 1 uur Erwin. Dus ik moet ook sowieso opschieten. En ja, dat duurt ook tot 1 uur of 2. En eerder als ik dan ook weg kan, dat is dan ook na 2 jaar toch? Ja. Maar in ieder geval, wij gaan even lopen. De meisjes zijn heel erg lief. Hè, Rijka? Die ziet ze vliegen. Ja, vlindertjes, hè. Vlindertjes in de tuin. Ja. En bijtjes en hommeltjes. Ja. Allemaal wild om ons heen. Ja, maar enkel dit is klein wild. Maar het is wel leuk. Ja. Ze doen je geen kwaad. Nee. Dus als je niet kwaad doet... Hommels doen je eigenlijk ook niks. Daar ben ik niet 1, 2, 3 bang van. Maar wespen, ja, die kunnen steken. Muggen, alles wat steken kan. Dat moet maar ver uit mijn buurt blijven. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Geniet gewoon op jullie eigen manier van deze dag. Doe het met een lach. En daar hebben we Sabrina. Oh nee, niet waar. Hi, schat. Hey schat, ik ga vandaag niet mee hoor naar de Jutsen, maar ik ben nog steeds niet fit, dus ik blijf lekker een dagje thuis. Is goed schat. Dek zegt alvast bij dat hij zo ook begeleiding heeft en dan kan hij daarna gewoon lekker een ding doen, dan weet het op tijd. Is helemaal goed schat. Oké, andere keer. Is goed lieverd, kus. Hey, hey. Rustig aan, doei doei. Ik ben met Sabrina. Patrick. Wat is dat? Nou ja, die komt dus niet mee. Maar ja, oké. Maakt niet uit. Hindert niks. Ik heb de kaart al wel klaarleggen voor het geval dat we erheen gaan. En tenminste, ik moet meenemen als ik al de markt op ga. Maar ook neem ik die steen mee. Die mooie steen die ik van Tiki heb gehad. Want dan wil ik even mee naar Michael toe om te kijken of het een echte is en wat die waard is. Ja, dat is. Dan doe ik hem weer uit. Maar dat moet niet eens. Oh, oh, oh. Zo. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, dat was onze Patrick. Die wou eigenlijk eerst mee, maar ze voelt zich niet helemaal happy, niet helemaal lekker, et cetera. En ja, ze heette voorheen Sabrina. Daarom vergister ik me even, want die naam heb ik er nog steeds bij staan. Ik heb haar ontmoet als Sabrina. Maar het is een schat van een persoon, een hart van goud.
En hij zei, ging eerst ook met Sky, wat ook, die wil zich ook om laten bouwen. Maar dat redt hij niet zoals hij daarmee doorgaat, zoals hij nu doorgaat. Ja, hij moet clean wezen en dat is hij langer na lang niet, want dat blijft maar gebruiken. Ja, nou, wegwezen. Maar Patrick die gebruikt de taal niet, die is clean, die is schoon, die doet alles via de regels. Dus ja, die doet zijn haar best. En ja, ik zeg tegenwoordig gewoon Patrick en het is gewoon een schat van een persoon. Nou ja, die laat je niet vallen. Nee, ik ken, ik ken hem eigenlijk al jaren, vlak na het overlijden van mijn mannetje. Ik heb hem leren kennen via het Pokémon spelen, buiten. Ja, gewoon leuk. Maar oké, ik ga nou de hort op. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei, doei. Ja, ja, ik vond dat bosje bloemen zo mooi. Ik werd er verliefd op. Ik denk, weet je wat, ik neem dat mee voor onze Marianne. Ja, dat ben ik heel blij mee. Weet je, het regent. En een zonnebloemetje, daar zou je toch blij van? Ja, zeker te weten. Ja, dat vind ik wel hoor. Ja. Ja, dat vind ik heel lief van jou. Nou, dank je wel en graag gedaan. Ja, ik heb een beker thee op. Ja, thee, waarom geen koffie? Nou, ze heeft niet de koffie die ik lust. Nee, met melk en ik moet niet met melk. Ja, ik heb het niet anders. Nee. Ik lust dat niet. Maar goed, ik heb gewoon een thee en dat is ook lekker hè. Ja, daarom. Ja. Ja, wel gewoon. En het is een pure thee, niet uit een zakje. Pure thee. Ja. Ja, dat met een theeshavie. Ja. Ja. Het is even meer werk, maar wel beter voor je. Ja. Nou, en ik heb de kaarten mee. Ja. Dus. We gaan er eventjes een spelletje van maken. Toch? We gaan er een spelletje van maken, ja. Helemaal leuk. Welk is dit? Dat zijn de tarot. Oh ja, ja. Ja, ja en ja. Die heb je nog niet gedaan. Nee. Die nee. Hebben we wel gedaan, de tarot. Deze hebben we wel gedaan? Die hebben we al gedaan, okay, ja. Nou, dan gaan we deze doen. Ik ga eens even lezen wat er staat. Adem diep in en uit. Denk aan een vraag waarmee je zit of een situatie waarin je meer inzicht wil. Trek dan een kaart en lees de boodschap. Van de heks hardop. Nou, de heks is net iets voor jou. Dat is altijd zo bij Corina. Om je heksenmaatje te ontdekken. Nou, adem diep in. Sluit zachtjes je ogen. En maak contact met je innerlijke heks. Open je ogen. Schud de kaarten. En pak er eentje uit. Lees de woorden op de kaart hardop. Om je magie te laten ontdekken. Ontwaken. Dus, nou mag jij het doen, hè? Moet ik het doen? Ja, ja, dat moet jij doen. Toch? Even schudden, hè? Die kaarten eentje eruit halen. Moet ik ze schudden? Ja, ja dat schudden gaat nogal moeilijk, want ze zijn glad net. Ja, maar dat is toch zo. Echt bizar. Even kijken wat hier staat. Wacht even, hier nog staat iets op. Ja, hetzelfde. Ja. Adem diep in. Hè. Adem in. Ja, en adem uit. Ja, altijd. Wel door blijven gaan met ademen, hè? Ja. Ja. Niet vergeten, absoluut niet doen. Maar dat schudden, dat gaat nog zo moeilijk. Ah, oh, dat is maar wat door elkaar gezet. Ja, daar. Is het goed. Oh, niet naar te vallen. Bij deze is het, als je bij die is het, als je het laat vallen, kan je het laten liggen, want die kan je gebruiken. Maar dat is... Ja, kom op met die kaarten, kom. Ja, ja, ja. We gaan bij elkaar zitten. Ah. Even die beker weg, aan de kant. Zetten we de raampjes op. Gaan we waaier maken. Het is mooi weer, van buiten regent het, dus we kunnen mooi even de kaartjes leggen. Ja, nou. Wacht even. Ja, het plakt, het is glad. Het is. Nou, ik heb de kaart. Mag jij hardop voor? We komen en gaan in liefde. Nou, dat klinkt al lief.
heb je welkom en afscheid warm getoond. Met geluk in het hart word je dan beloond. Samenkomsten brengen vreugde, maar de heks herinnert je verrassing om ook het afscheid te eren. Weet dat je op zielsverwanten terug ziet wanneer de cirkel rond is. Oké. Ik weet niet wat ik daarmee moet, eerlijk gezegd. Oh ja, maar je had een vraag moeten bedenken. En dat moet daar aansluiten. Nee, maar ik heb niet zo echt een vraag. Moet het een vraag aan jou zijn of in het algemeen? Nee, van jou. Ja. Een vraag in het algemeen. Ja. Want dat komt hier niet in voor. Je moet een vraag... Ja, nou goed, gaan we nog een keer doen. Kom maar. Ik moet een vraag bedenken. Ja, lees dat maar goed. Er staat gewoon in, een vraag bedenken. Ja. Ja. Oh ja. 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 Ik zie het. Nou, het is met alle kaarten zo. Het is of, hè, altijd. Ja, het is of, ja. Het is nooit zoals het is. Nee, dat klopt. Ja, dat kan ook niet. Kom nou. Wow. Blijf zitten. Dan valt er weer een. Ja, maar komt dat ze erg glad zijn. Hè? Ja, en smal. Ja. Ja. Nog een keer. Een waaiertje proberen. Ja. Wacht even. Even terug. Zo. Nou. Je bent een heks. Je draagt de heksenmagie in je. En de heks wil dat je weet dat je krachten hebt die al eeuwen lang sluimeren. Jij, heldere ziel, bent een heks. Het meest magische aan heilige kind van de natuur. Sta op. Ik kan er niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Nou, niet. Nee. Ja, het ligt er maar net aan wat je vraag was. Nou, dat weet ik niet. Nee, ik kan er niet zoveel mee. Je kan meer met die dingen. Ja, ja. Maar het is wel leuk. Ja, je moet het even doorhebben hoe het werkt. Ja, maar jij bent meer van heks en ik en niet. Nee, ja. En toch doe je kruiden, hè? Ja. Je bent toch aan het tuinieren en ik en niet. Ja, altijd. Ja, arbeidjes, meer niet. Altijd, ik ben altijd aan het tuinieren. Ja. Ja. Nou, mag jij dit weer doen. Oké. Nou. Ik schrik met apenschoenen. Ja, ik mag voor mij de deur open als het regent. Omdat het gewoon vochtig is. Het is klam. Weet je, de hoogvochtigheid is heel hoog. Ja. En dan krijg je het gewoon warm. Dan wordt het warm, ja. Ja, ik heb het niet warm, gewoon lekker. Ah ja. Dit is leuk. Ja. Echt waar. Het is een beetje een rommeltje, de kaart. Ja. Ja, maakt niet uit. Ja, want er zit nog een kaart tussen, geloof ik. Waar het verhaal op staat. Hoe je het doen moet. Goed, wij gaan even kijken naar welk spel we doen. Dat staat daar niet in, schat. Dat staat enkel in jouw boek weer. Die ligt boven. Ik geloof, oh nee, die ligt daar op. Ja. Als jij hem even wil pakken. Auw, mijn knie. Geef me een rotschop. Ja? Jeetje. Dat is mijn tas. Ja. Alsjeblieft. Ja. Even kijken.
Maar ik heb ook andere kaarten dan jij, hè? Ja, ja, we kunnen ook mijn kaarten pakken, hoor. Die maakt mij niks uit. In het kistje. Ja, weet je. Ja, doe dat maar. Doe maar, die horen hierbij. We doen het even wat anders nu. Ja. Nee, dat gaat niet. Wat is dat? Leg die stok naast je neer. Wel kwijt. Oh, maakt niet uit. Dan zal ik dat even deze kant op schuiven. Even kijken. Nou, je hebt natuurlijk verschillende leggingen, heb ik je vorige keer uitgelegd. Weet je, en de eerste legging kan je gewoon... dit is een legmethode eigenlijk voor alle vragen. Dus als je daar pas mee begint. Als je wat verder bent, dan kan je een ingewikkelder spel doen. Ja. Maar dan moet je gewoon de tijd voor nemen. Weet je, ik vind deze kaart gewoon altijd heel goed. Nou ja, zouden we die het kompas doen bijvoorbeeld? Ja. Ja. Halleluja, ik zit met haar bezig. Ja. Ga even buiten staan. Ik zou het haast doen weer. Ja, maakt dat uit. Of ben je nerveus? Nee, waar moet je nerveus voor zijn? Ik ben nerveus. Ja, ik heb maar een grapje. Nee, dit is nylon. Ja, dat is heel leuk, maar niet echt voor de... Ik heb gewoon katoen altijd. Met nylon, dan weet ik mijn rot. Ja. Zo. Eindelijk. Verluchten. Ja. Nou goed. Het kompas. Ik heb de kaarten geschud en gelegd. Ik heb deze kaarten. En dan ga ik even voorlezen. Moet je laten zien, hè? Ja, dat zal ik doen. Kaarten. Ik zal daarna voor jou doen. Dit is voor mezelf. Kaart 1 is... hoe zijn mijn vooruitzichten met betrekking tot mijn beroep? Nou, ik ben met pensioen, maar goed, ik schilder, dus... Laten we daarop houden, toch? Ja. Dat schildknaap van Kelpen. Laat ik hem zien. Ja. Van Kelpen. Hoe ziet hij erop eruit? Dat is de schildknaap. Oh ja, ja. Ik moet even zoeken hoor, waar die is. Oeh. Ik heb hem hier ook. Schildknaap van Kelko. Kijken. Ik doe gewoon even het algemene. Dat lijkt me verstandig. Ja, gewoon het algemeen. Ja. Inspiratie, tegemoetkoming, aanbod, gevoelens, liefde, begrip, vrede, medeleven, zachtheid. Diep. Nee, daar gaat het dus de kaart over. Waar het om gaat, uw relatie krijgt vriendelijke impulsen en liefdevolle ondersteuning van anderen. Het kan gaan om een uitnodiging, een interessant voorstel of een gebaar om de sterren te huwen. Zoiets. De storm ook lastig. De storm te luwen. Tegen luwe gaat. Nou, valt wel mee. Aas van staaf, zonder denken weet je ook niet wat je ermee moet doen. Nee. De aas van staven. Ja. 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 Ik even die staven opzoeken. Ja, ik heb toch warm, hoor. Het komt dat het gewoon heel broeierig is. Ja. En toch waait het hard, hè, buiten. Ja, moet het waait nog niet echt. Nee. Nee. En je zou de noodweer krijgen, werd er gezegd. Ja, nee. Hoe, waar? Ah, oh, het is allemaal overdreven. Ja. Overdreven shit. Nee, dat is, stelt allemaal niks voor. Ik moet even zoeken waar hij het op was stond, hoor. Kon ik een tijd niet gedaan hebben, dan moet je zoeken. Wacht even, ik heb hem hier ergens. Ja. Staven. Aas van staven staat er niet. Sorry. Oh, wat staat hier nou? Ja, ik heb hem hier ook. Um,
het mij innerlijk beweegt. U wilt deze tijd gebruiken om iets te begrijpen of op te helderen. U bent niet bang een moeilijke beslissing te nemen. Ja, dat klopt wel. Klopt. Klopt als een beurs. Maar, nou, dan is deze de koningin van Kelken. Ja. De koningin van Kelken. Moet ik even zoeken. De koningin van Kelken. Ja, zo'n boek herken ik niet bij. Aan de ene kant ben ik daar wel blij mee. Ik heb wel, ik heb wel verhaaltjes, maar ik heb kaartnummers. Ja, maar goed, het staat hier ook. Ik vind dit een heel duidelijk boek. Maar dat zeg ik, ik heb het de hele tijd niet gedaan, dus moet ik gewoon wel even inkomen. De koningin van Kelken. Nou, nummer 3. Positie 3. Wat mij innerlijk beweegt. U hebt een visioen. U wilt luisteren naar uw gevoelens en de weg van uw hart volgen. U verlangt naar nabijheid en een intens wederzijds begrip dat geen woorden behoeft. U weet dat men mensen in het in netten kan laten verstrikken en kan betoveren. Waarschijnlijk bent u ook zo juist met heel uw ziel daarmee bezig. De kaart kan echter ook betekenen dat een persoon die deze wezen tegenmoet komen kan belichamen. Ja, het zou kunnen. Weet ik niet. Nou, dan hebben we die nog. Dat is 4. Dat is, weet je ook weer? Er staat niks op. Jawel. Dat is zwaarde. Zwaarde hebben we wat voor nummer? 9. Oh, nou, zwaarde 9. Ja, ik krijg geen Romeinse cijfers. I am sorry, balori. Geeft niks. Zal ik ignoreren ook. Of ik moet mijn klok die aan mijn muur hangt meenemen op mijn rug. Nee, nee, dat gaat het er niet worden. Nee, het is zo moeilijk. Dat leer je zelf. Ja. Ja, ik zit bij de zware. Want hier, daar was zitten. Zoek. Ja, ik heb hem hier. Nou. Advies van het orakel. Ondernemen iets van hout, mij, snijd. Maak u los van mensen die of van uw gedrag dat relatie verstoort, of zet een streep onder uw relatie als dat nodig blijkt te zijn. Oké. Ja. Dan weten we dat ook weer. Ja, weten dat ook weer. Ja. Nou, jij? Ja? Ja, ga op de grond zitten, schat. Ja, ja. Sorry. Nou, hoor. Nou, de derde wil niet. Hij wil niet. Hij deed, maar kijk het maar. Nou, kom op. Ja, heb ik het. Nou, moet mijn kettingen wel even weer goed doen. Nou, dan mag jij ze schudden. Ik ga voor jou het spel doen. Ja, het is... ja. Wat? Nee, gewoon schommel. Jouw kaarten schudden beter. Omdat ze wat kleiner zijn dan die van mij. En ze zijn niet glad meer. Nee, maar komt dat ik ze al jaren... Althans niet op die manier. Ik heb ze al jaren natuurlijk. Hè. Dus, Dan moet ik pakken, er ook aan? Ja, doen ze maar. 4 pakken. Ook ze op een rijtje leggen, net zoals ik gedaan heb. 1, 2, 3, 4. 2.
Nou, doe maar de eerste kaart omleggen. Dat is zware 10. Zware 10 wordt gezegd. Ja. Even kijken op zoek hoor. Zware 10. Komt vast tot weer, weet je. Het is tot regenachtig weer. Zware 10, oké. Okay. Even kijken. Schildkraap. Zware 10, hier heb ik hem. Nou, waar het om gaat, u bent uit elkaar gegaan en nu is het afgelopen. Nou, niet omdat uw liefde doodgebloed is, maar omdat er een daadwerkelijke beslissing werd genomen die waarschijnlijk als een verrassing kwam. Of hebt u alleen een periode van de relatie afgesloten. Ik heb geen relatie, dus daar heeft het niks mee te maken. Maar ik kan ook wat anders zijn. Ik denk dat het weer met mijn zoon te maken. Ja, dat zou kunnen, dat is je gevoel dan. Ja, ja. Dat zegt mijn gevoel. Ja, ja, dat kan. Dan gaan we het kaartje 2 omleggen. Dat is, god, hoe heet die dingen ook weer? Wat voor nummer is dat? Laat kijken. Nummer 10. Nummer 10? Ja, maar wat weten we nog? Ja, dan moet ik even zoeken. Komt dat ik gewoon... Luna! Ja, Pentakels. Dat is het. Pentakels. Pentakels 10. Nou. Pentakels 10. Pentakels 10, ja. U kent en waardeert de rijkdom van uw relatie. Dat kan ook met je zoon of weet ik wat. Desondanks wilt u uw relatie verrijken met een tot nu toe over het hoofd geziene en niet beleefde ervaring. Kan je daar iets mee? Denk met Karin. Ja, dat kan. Dat weet je zelf het beste. Ja. Dat is goed. Oh ja, ik krijg nou een ervaring. Ik word een ervaring wijzer straks in een ander jaar, ergens onderweg. Ja. Ja, dat kan. Nou, derde kaart. Derde kaart. Ja. Die voor jou weer. Aas van Staven. Aas van Staven. Even kijken, even zoeken. Ja. Zodanig. Kijk, en dat is ook een rijkdom, hè? Wat ik krijg. Zeker, ja. Even kijken. Even zoeken. Waar staat hij nou? Moeten we eerst zoeken? Ja, schuilt. Zullen we daar ook wel denken. Ik word er zenuwachtig van. Moet je niet worden. Nee. Ik heb hem niet vinden. Nee. Nee, dat moet hier staan. De aasstaven. Aasbekers. Moet je toch daarbij staan, lijkt me. Een handje. Ik heb echt niet veel. Oh, ik snap het nog zo. Sla je niet een bladzij over of zo? Hier heb je de pentakels. Moet hier toch ergens staan. Ja. Hij is eruit gevlogen. Ja, bekers aas heb ik. En daar moet hij toch achter staan bij mij. Ik weet echt niet, ik kan niet vinden. Sorry. Nou, zal maar even verder gaan. Dat pakken we niet. Ja.
Dat is de clown. De clown wordt er gezegd. Ja. Ik kan niet weten. Hier heb ik hem. Een takelschildknaap is dit. Dat is, ja, de schildknaap. Ja, ja. Hier. Dat is de schildknaap, wat voor nummer? Nummer 10. Nummerotje 10. Ja. Stel je open op en wacht op iemand, zal met een goed en bruikbaar voorstel komen. Waar u maar beter op in kunt gaan en dat u kunt realiseren. Ja. Dat weet ik niet, als je daar wat mee kan. Nee, 1, 2, 3 niet. Mm-hmm. Maar dan wil ik toch deze verzoeken. Ja, even kijken. Ja, die heb ik helemaal geen zin. Ik heb toch al die... Ah, ik kan daar niet voor die niet blij van. Dat kan ik al geen... Nee. Nou. Ik ga het dan toch... Cool. Ja, voor jou had je hem wel. Had je hem zomaar. Ja. Maar goed, misschien mag ik hem niet vinden. Je mag hem niet vinden, ja. Dat denk ik zo, maar weet je, het is niet voor niks zo. Hier heb je die. Ja. Voor te opschrijven. Maar hier staan ook niet echt nummers. Oh ja, wel, staan bladzijnnummers bij. Ik heb over een boekje, toen schreef ik het op. Hier staan we. Nee, hiervan. Hier gehad. Ik weet het niet hoe ik Corina. Zeer vreemd. Ah, ja, ik kan het, misschien mag ik hem niet vinden. Dat kan, hè? Mm-hmm. Daar blijft hij wel vreemd. Ja. Ik kan hem echt niet vinden. En straks zeg ik, ja, daar komt hij. Nee, ik kan het echt niet vinden. Sorry. Dan zeg ik hem, moet ik even koeken. Ga jij maar zoeken. We gaan er even koeken. Ja. Oh. Het gaat om deze kaart. Ja. Die kan Marianne niet vinden. Nee. En zoek jij maar even. Jij kijkt naar die plaatjes. En daar hoef ik niet te zoeken. De aas van staven. Dit zijn de patronen hoe je hem neer kan leggen. Di-di-di-di-di-di. Bekers 8, heb ik niet nodig. Ding-dong, weg, jong. Zit er onder een boom. Dat is hem ook niet. Weer wat in de handen. De ruiter. Ja. Wat vreemd. Dat was die. Ik zag een wolkje, maar dat was hem niet. Dat is die hebben we ook. Ja, en toen had ik jeuk. Met klauwen zeggen ze, ja. Hart van slapen.
Kom nou. Ook niet. Ook niet, hij is weggelopen. Hé. Hey. Staat koning. Ook niet. Daar is je wat hoor, wat een dikkie doosie. Ja, ik heb hem. Nou, goed zo. Je was een heel, jij was te ver naar achteren. Oh, oké. Okay. Ja, nou. Alsjeblieft. Wacht even. Oh. Ik heb hem gevonden. Okay. Ja, helemaal top. Ik zeg, ik slaap nu van. Ja, op bladzij 72, ja. Okay. Ik heb er even geen zin in, hallo. Dat is deze kaart dus waar het om ging. Even kijken, ja. En dat was de positie 3, hè? Ja. Ja. Dan gaat het dan. Hoe de ander tegenover u staat, uw partner of waar het om wie ging. Dan ook, ja. Waar het om ging. Hij ziet reële kansen voor jullie relatie om gezamenlijk te groeien. Als het moet door middel van strubbelingen naar dan wel in positieve zin. Indien u dat wilt, kunt u hem voor winnen. Ja. Ik heb geen relatie, lieve vrienden, dus hoe moet nee, ik dit? Nee, maar dit spel is, gaat over relatie, dat kan ook andere betekenissen. Dus ja, gewoon vriendschappelijk, ja, ja, dat kan zoals ook. Jij en ik, of ja, wat dan ook, ja, of Jan al, van Dam en ik. Ja, dat kan altijd iets zijn, weet je, ja. Ja, dat is gewoon zo. Wat staat nou weer? Telefoon, tot later. Ja, zoals jullie zien zijn we weer thuis, althans ik. Net bij Marianne vandaan, maar het doet niks anders dan regenen en nog eens regenen. Dus dat is gewoon echt niet fijn om buiten te zijn. Dus ik hoop dat het nog wel weer een keer even droog wordt, zodat we kunnen lopen. Ja, maar voorlopig zijn we binnen. En hoeven nog niet zo nodig lopen. Nee. Hé, kleine boefje. Hé, zo'n klein lief boefje. Hé, ja. Ik heb geen hond geaaid. Niks. Nee. Zelfs wel vestig heb ik niet gezien. Nee. Ja, je bent er lief voor. Je krijgt aandacht tekort, hè, jij. Ja, je krijgt aandacht tekort. Hé? Ja, je bent ook lief voor schat. Hé, ja. Allebei lief, moeten jullie een koekje? Moeten jullie een koekje? Nee, een koekje, dat heb ik hierin. In de bus. In de bus. Ja, in de bus. Ja, ik kom even voorover kukkelen, anders zien we niks. Ja, oh, het moet eerst in stukjes. Nou, alsjeblieft dan. Hij pakt wel aan, hè. Ja. Lekker, hè. Ja, zeker lekker. Knal, hè? Ja. Dat dus. Maar in ieder geval, je kukkelen jullie er achterover. En zo. En dan ben ik er weer. Ja, het is bagger, vies, rot weer. Koud was het niet, maar nu is het inmiddels al 18 graden op Google Hub. Ja. Regen eindigt.
Ja, wanneer eindigt het? Weet ik niet. Ja, ja. Regen stopt ongeveer over 1,5 uur. Dus anderhalf uur, geloof ik. Nou, laat het hopen. Dan kan ik dan met de meisjes gaan lopen. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, het is bijna 16.57 uur. Bijna 5 uur dus. Dus smakelijk eten, bon appétit en mag het wel bekomen. Ja. En een hele fijne, liefdevolle avond geweest. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer de hoogste tijd om naar boven toe te gaan. Het is 1 uur 53, dus zeg maar 2 uur. Televisie is al uit. En de computer is nou ook uit. Ja. Dat ik ga zo nog even naar buiten toe. En de meisjes gaan nog even mee. Even nog in de tuin genieten. En de poort even op slot doen. En dan lekker hardlopende naar bedje toe. Want ik ben moe. Morgen is het volgens de geleden weer een knappe dag. Morgenochtend geloof ik is nog wat regen. Oftewel straks. En daarna knapt het geloof ik weer wat op. Dus ja, dat dus. Zijn ook tussen de buien door eventjes nog weg geweest met de meisjes. Dus ja, die hebben het nodig al wel weer gedaan. Maar ze gaan altijd even lekker de tuin nog in. Gaan ik altijd even nog mee. Vetje aan en even de tuin in, de poort op slot. En dan, hoppa, dan naar bed toe. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doegie doegie.